Maarten Martens wederom laat AZ punten liggen tegen NEC. Waarom hebben jullie het altijd zo lastig in de Goffert? Ja, dat weet ik niet, of dat toeval is of niet. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Geen verklaring daarvoor. Het kan toeval zijn. Maar het is wel een feit, ja, dat je hem deze verliest. En dat is zonde, want je was op zich aan een aardige reeks bezig in alle competities. En ja, nu krijg je toch wel een tikje. Ja, vanaf het eerste moment hadden de Nijmegenjaren jullie redelijk in de greep. Ja, dat klopt. Hun begonnen beter als ons. En zoals we dat wij de laatste wedstrijden steeds wat minder goed beginnen. En daar moeten we toch maar eens wat verandering gaan inbrengen. Want vorige week roep je het misschien ook zo op jezelf af. En uiteindelijk sta je met 9. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Maar ja, als je heel goed en heel scherp begint, pak je misschien ook die kaarten niet. Dat weet je niet. Maar ja, dat was vorige week en deze week begin je op zich weer niet goed. En als je niet goed begint, dan heeft een tegenstander al snel meer geloof en misschien nog wat meer passie. En dan gaat het publiek erachter. En ik denk dat bij hun vrij veel lukte in het begin. Krijgen we ook nog eens een wissel meteen. Even zoeken, dat hielp ook niet echt mee. En ik denk dat het een half uurtje duurde en toen begonnen we wel te voetballen. En creëer je ook meteen. En de tweede helft, ga je weer achter de feiten aanlopen, onnodig. En met momenten speelden we goed, maar we hadden de concentratie niet 90 minuten lang. En dan zie je dat je op dit niveau hier bij NEC gewoon met een nederlaag staat. Ja, dan kun je zelf van de nummer laatst verliezen. Ja, inderdaad. Maar ja, dat zegt mij niet zo heel veel ook. Omdat ik vond hem wel met veel passie en veel strijd. En nog best wel wat goede combinaties. Ik vind dat ze aardige spelers hebben. Dus ik denk dat als hun zo verder gaan, dan gaan ze niet laatste worden. Ja, jullie persten nog een slotoffensief uit. Berghuis nog de 3-2. Maar heeft er werkelijk een punt ingezeten? Ja, die zat er zeker in. Ik denk dat die kort daarna, toen Beres diep werd gestuurd, waren we er heel dichtbij. Maar ja, je moet gewoon zorgen dat je niet achter de feiten aanloopt. En dat doe je door geconcentreerd te spelen. En dat hadden we vandaag niet 90 minuten. AZ heeft ons dit seizoen geleerd, slechte wedstrijden worden soms afgewisseld met weer goede wedstrijden. Tegen Twente kan het zomaar weer heel anders zijn. Ja, dat is zo. Daar moeten we ook voor zorgen. Maar je moet gewoon je moet er eigenlijk voor zorgen dat je zulke wedstrijden uit, dat je meer de wil oplegt. En dan creëer je betere omstandigheden om tot een goed resultaat te komen. En nu ben je niet geconcentreerd genoeg en dan zie je dat je tegen elke ploeg het moeilijk krijgt. Zeg maar.